Radio. Hallo allemaal. Nou, hier zijn we weer, hoor. Keur in de middag. Precies. Keur. En die keur is gek. NH Radio. When I was a little girl. Heerlijke plaat. Of niet? Het is lekker wakker worden, toch? Het is lekker wakker worden dat je net je radio aanzet en je denkt, ik heb wel zin in een stukje rust. Het is zaterdag, zitten die twee idioten hier. Voor wij gaan beginnen, even een tip voor jou. Vergeet je niet je muizenvreugd te wassen. Wat gaan we doen? We gaan het opleuken. Zin in? Ja! Jouw nieuwe weekend. 27 juni 2020. Begint met Keur in de Middag. En daar gaan we weer, vrienden, met wederom een kakeltje show. Door tot 3 uur vanmiddag. De week is weer voorbij. Ja hoor. Je bent echt vrij. Zo is het ook. Een radio show met een lach. Keur in de Middag. En ook namens Pietertje Kok roep ik. Goeiemiddag. Voor de mensen die meekijken via de beelden, Nick van Duinen. Achter de knoppen voor weer een nieuwe show. Een leuke show. Een lekkere show. Een zalige show. Die is genaamd Keur in de Middag. Zalig allemaal, hè? Ja. Weinig mensen hebben zo'n leuke show voor de boeg. 3 uur lang. Ja, mooi vooruitzicht. Want overigens is het vandaag, kijk maar even via de beelden, de dag van de zonnebril. Oh, echt? Ook vandaar. Niet, ja, vandaar. Nee, dat wist ik niet. Ik heb hem even opgezet. Een vriend van mij die heeft een hele mooie zonnebril gekocht, hè? Oh ja? Ja, beeldschoon. Hij is daar van zijn werk is hij gespijbeld. Is hij naar de brillenwinkel gegaan. Hij zegt, doet u mij de mooiste zonnebril die u heeft. Nou, zegt die brillenverkoper, ik heb alleen een hele dure zonnebril. Oeh! Deze kost €1500. Zei, nou, dat is natuurlijk belachelijk. Hij zegt, nou, zet u maar even op. Dus die vriend van mij, die zet die zonnebril op. En die ziet ineens die verkoper van die bril bloot. Niet! Ja, is een blote kontje, stond hij? Nou. Ja, gewoon is een blote kontje. Hij zegt, dat is een goeie. Hij zegt, daarom kost hij ook €1500. U ziet de mensen naakt. Nah. Dus hij heeft die bril ogenblikkelijk gekocht natuurlijk. Liep de straat op, gaan twee agenten voorbij. Lopen daar in een blote piemeloos. Nou. Dus hij de tram in en naar huis. Ja, hij had eigenlijk naar zijn werk gemoeten. Maar goed, dat denk ik, moet ik even mijn vrouw vertellen natuurlijk. Ja. In de tram, everybody fucking naked. Nou ja. Dat is toch ongelooflijk? En toen? Verwacht je toch niet? Nee. Nee. Dus hij komt thuis, zit daar zijn vrouw op de bank met de tuinman, bloot. Dat meen je niet. Dus hij doet zijn bril af. Zijn ze nog steeds bloot. Hij zegt, shit, net een nieuwe bril, nou wel stuk. En de hits blijven maar komen.